ZVE Zorg voor Bewegen staat voor alle zorg op het gebied van beweging. Dus alle mensen met een klacht op het gebied van lichaamsbeweging, die kunnen bij ons terecht. Ons basisgedachtegoed is het vitaal zorgmodel. En dat betekent dat wij mensen eigenlijk zo fit mogelijk de ingreep willen laten ingaan. Dat kan een operatie zijn, maar we willen ook, dat geldt ook voor andersoortige behandelingen. Dus het gaat erom dat onze patiënten zo fit mogelijk beginnen aan hun behandeling en er ook zo fit mogelijk weer uitgaan. Een belangrijk voorbeeld daarvan is dat wij bij mensen die bijvoorbeeld een knieprothese krijgen, dat we eerst kijken, hoe fit zijn deze mensen? Hebben ze misschien nog iets aan fysieke training nodig voordat ze aan de operatie beginnen? Zodat ze door de operatie en het herstel daarna niet een terugval hebben in fysieke fitheid en belastbaarheid. De droom voor deze ZVE Zorg voor Bewegen is dat een verwijzer, maar ook een bewoner van de omgeving in Zuidoost-Friesland, dat die op het moment dat hij denkt ik heb een probleem op het gebied van bewegen, mijn huisarts kan het niet oplossen, dat hij meteen naar ons toe komt, naar het beweegplein. En dat wij dan een passende oplossing hebben. Dat kan ook zijn als je merkt van ik zou toch iets meer aan bewegen willen doen, maar ik weet niet hoe, om bijvoorbeeld te voorkomen dat je ziek wordt. Wat mijn droom is, waarom we deze transitie doen, is dat we toegaan naar een organisatie die past in deze tijd, die wendbaar is, die antwoorden weet te geven op de veranderende vragen van onze patiënten en van onze ketenpartners. Ik denk dat wij onderweg zijn naar een organisatie die zo ingericht is met en ook met mensen die die capaciteiten hebben om de zorg te leveren nu, maar ook over 2 jaar of over 3 jaar. En de vraag hoe je dat doet, dat verandert steeds. De ZVE Zorg voor Bewegen bestaat uit alle afdelingen die te maken hebben met bewegen, met zorg voor bewegen. En dat betekent dat de orthopedie en traumatologie, zowel de kliniek als de polykliniek daarin zitten. Maar ook de neurologie is een belangrijke afdeling die daar in plaats heeft. Verder hebben we gipskamers en de reumatologie en de revalidatiepoly vallen onder deze ZVE.